Goedemorgen luisteraars, kijkers, hartelijk welkom bij Je Raakt Er Niet Los Van. Ook vandaag weer een bijzonder leuke gast en dat is Roland Kronenberg. Goedemorgen. Goedemorgen. Wij gaan praten over jouw leven. Dat is toch wel heel bijzonder, hè? Zeker. En je hebt een bijzonder leven. Dat straks allemaal en eerst vertel ik u dat Wijnand van Dieren me de techniek doet. Hij zoekt ook muziek uit. Mijn naam is Emmy van Twillert. Roland, wat fijn dat je er bent en wat bijzonder dat jij over je leven wilt vertellen. Maar eerst eens even voor de mensen, wie is Roland Kronenberg? Mooie naam trouwens. Dankjewel. Nou, ik ben Roland, zoals je al zei, 42 jaar, getrouwd met Marta. Zoon van Gera en Gerard Kronenberg. Ik heb 2 broers, 2 zussen, ik ben zelf de jongste. En hoe is het om de jongste in een gezin te zijn? Verwende jongetje. Ja, dat, mijn dochter ook, dat weet ik zeker. Ja, zo gaat dat. En heeft dat invloed op je verdere leven? Nee, ja, hoe is dat als jongste? Ja, je hebt een voorbeeld, hè, als je 2 oudere broers, 2 oudere zussen hebt. En er zat ook nog een keer 9 jaar tussen. Oh. Dus ik was echt wel een achteraankomertje. Ja, je was nog een verrassingje. Ja, een verrassingje, ja. Ja, maar wel een hele fijne verrassing, denk ik. Ja, dat moet je vragen dan aan mijn moeder. Oh, mijn vader, zo ver ken ik er wel. Ja, ja precies. We hebben gezegd, we gaan over jouw leven praten. Wil je dat eerst eens in grote lijnen doen? Hoe dat was als het kleine jongetje
Roland dat geboren werd en vanaf dat je je herinnert, in grote lijnen natuurlijk. Ik ben altijd wel een hele drukke jongen geweest. Dus in doen en laten. Je zei tijdens het voorgesprek, waarschijnlijk heb ik ADHD. Ja. Ja, dat denk je echt? Ja, dat heb ik. Oh, dat is gediagnosticeerd ja, ook. Alleen, dat is ook altijd wel weer zo'n stempel. Maar goed, dat daardoor, ja, als je dan naar school gaat, naar de kleuterschool, dan loop je toch wel vaak tegen wat dingen aan. Dus ik had altijd wel wat probleempjes op school ook. Ja, waarschijnlijk doordat je dan toch wel altijd aanwezig bent. Ja, en ook heel plotseling dingen kunt doen. Ja, en zo, dat, impulsiviteit ja. Natuurlijk, vooral als je jong bent. Heeft dat je gehinderd, als je nou achteraf kijkt? Want misschien werd er natuurlijk ook wel op je gemopperd, van waarom moet je altijd zus of zo? Ja, ik denk het wel, ja. Ja, als je altijd kijkt, problemen die je hebt met wie dan ook, of met leerlingen uit je klas, of met leraren of leraressen, ja, dat is een probleem, het vormt je wel, maar het is geen positieve energie natuurlijk uiteindelijk. Nee, want ik zou bijna in spraakbrug zeggen, het is zund. Ja. Want zo'n klein jongetje die dat niet zelf in de hand heeft en die krijgt dan vaak op zijn kop eigenlijk. Ja, ja. Op zich wel. Maar goed, daar word je ook een grote jongen van. Dus, gaan we het nog wel over hebben. Ja. Ja, en verder? Dus ik heb op school gezeten, kon altijd goed leren. Maar altijd wel een hele sterke karakter gehad. Dus eigen wil, eigenwijs, zo kun je het ook noemen. Maar als ik ergens het nut niet van inzag, dan deed ik dat ook echt niet. Op school ook niet? Nee. Dus zodoende ben ik ook vroeg gestopt met school. HAVO deed ik eerst, VWO-advies. Maar heel veel dingen ook in de HAVO. Ik denk, waarom moet ik een boek lezen? Allerlei dat soort dingen. Dus ik denk, ik stop daarmee. Ik ben na 3 jaar HAVO ben ik naar de MTS gegaan. En ook dat was toch niet mijn ding. Dus toen ben ik gaan werken. Al op vroege leeftijd best wel goed geld verdiend. En ook al vroeg begonnen met veel drinken. Drugs gebruiken erbij. Hoe vroeg? Ja, op mijn 13e denk ik wel. Ja, dat is echt vroeg, hè? Ik ben nog zo, eigenlijk nog een kind. Ja, ja, klopt. En hoe kom je daar dan toe? Ja, experimenteren, uitzoeken. Ook al wel uitgaan? Ja, het begon vroeger dat je hier naar de zolder ging. En daar begonnen we eigenlijk al wel jointjes te roken hier bij het gemeentehuis. Ja, en dan ga je af en toe eens een keer op zaterdag naar het dorp met een keer uit toe. En zo slijpt dat er eigenlijk in. Ja, jawel, maar zo jong, hè? Dan heb je eigenlijk nog niet de kennis om te begrijpen dat het verkeerd is. Nee, wat ik altijd tegen mijn moeder zei. Mijn moeder zei dat natuurlijk ook. En dan zei ik van, ik ben vroeg in de puberteit, dan ben ik er ook weer vroeg uit. Ja. Dat komt wel goed bij mij. Maar dat is niet gebeurd, hè? Nee, niet echt, nee. Nee. Gaan even naar muziek luisteren en zo verder. Ja. Jesus.
Even verder met jouw leven. Waar was je gebleven? Je was van de lagere school af of de basisschool? Ja, ik ben toen gestopt met school en ik ben gaan werken. Deze nieuwe krachtige kachel van... Ja, sorry. Daar verdiende ik al op vroege leeftijd goed geld. Ik zag niet zo het nut van school in. Ik heb altijd gezegd van ik wil best leren, maar dan moet het gericht zijn. Dat ik echt weet van ik werk ergens, daarvoor leer ik. En niet zomaar iets gaan leren en niet weten wat je wil. Eigenlijk was het gewoon een zoektocht. Wat wil ik? Dus ik ben dat gaan doen. Dat heb ik 4 jaar lang gedaan. En als doel om dat goed te kunnen. En dat kon ik ook goed. Alleen uiteindelijk toch wel na die 4 jaar... ga wat met je talenten doen. Toen ben ik daarmee gestopt. Moeilijk, omdat je gaat terug voor de helft in je loon. Dus om dan wat anders te gaan doen, je maakt niet zomaar die stap. Toen had ik in principe het plan om zelfstandig ondernemer te worden bij het stoepje. Dus toen ben ik bij een vrouw in dienst gegaan en toen zag ik dat als investering. In mijn toekomst. Dus dat was voor mij wel een mooie manier om toch om uit de vis te gaan. Overigens praat ik daar niet negatief over. Nee. Maar je moet toch wel je talenten gebruiken die je hebt gekregen. En je wist zelf al wel dat je hele leven in de vis blijven en dat zonder dat je verstand erbij hoeft te gebruiken bijna, dat je dat niet geweldig vond. Nee, precies. En toen? En toen, toen ben ik naar de markt gegaan. Een jaar bij iemand in dienst gewerkt die markten zou kunnen overnemen. Alleen dat is dat is op niets uitgelopen. Er kwam een beetje wrijving met die vrouw. Dus moet ook klikken, hè? Ja, precies. Dus toen ben ik daarmee gestopt. Niet zo heel slim om je oude schoenen weg te gooien voordat je nieuwe hebt. Maar toen heb ik weer een andere baan gevonden. Dus dat is allemaal goed gekomen. Ik heb nooit zonder werk gezeten. Gelukkig. En dat is nou je mooie werkzame leven, mm-hmm. Maar daartussendoor, want dat is denk ik heel belangrijk, was je nog steeds aan het snuiven en aan het drinken? Ja, kijk, ik ben daar natuurlijk vroeg mee begonnen en dat is eigenlijk tussen mijn 16 en mijn 20ste, dat is dus eigenlijk de tijd dat ik in de vis werkte, wel op het heftigste geweest. Dat ik elk weekend en door de week nog wel een keer een dag. Dat gebruik is wel altijd gebleven en heftiger geworden. Ja, en wat doet dat met je? Probeer dat eens te verwoorden. Ja, wat doet dat met je? Ja, je gaat drinken, daar begint het mee. Dat is eigenlijk het grootste probleem. Zeg jij dat heel duidelijk? Want ik ben het met je eens, hoor. Ja. Als je drinkt, dan gaat je wil een beetje minder worden. Ja, je wordt dan dronken en dan denk je, dan neem je een snuif en dan ben je er weer. Ja. Dus, zou dat een grote reden zijn dat er veel gedronken en gesnoven wordt? Want we hebben net gehoord dat het verschrikkelijk is hier. Ja, ik denk het wel, ja. Ja. Het is ook een zoektocht. Je voelt je natuurlijk ook wel lekker onoverwinnelijk. Dus kijk, achteraf gekeken. Kijk hoe precies. Ik heb altijd wel gezegd van ik wil dat proberen. Het is niet zo dat mij aangeboden is of wat dan ook. Waar je nog wel eens van die verhalen hoort. Wat de reden nou precies is, weet ik niet. Maar achteraf gezien ben je gewoon wel een hele onzekere jongen. Hey, je komt van de lagere school, je gaat naar de hogere school. Dan ben ik gewoon, als ik terugkijk, gewoon een hele onzekere jongen. En dat kan dat kan komen door bepaalde gebeurtenissen. Daar kan ik de vinger niet precies op leggen. Maar op het moment dat je drinkt en je gebruikt drugs, dan voel je niet onzeker. Dus dat kan zijn dat dat ook een reden is. Ja, maar dat is dan ook een heerlijk gevoel. Ja. Later kom je er wel achter dat dat niet echt is, maar dat duurt een tijd. Ja.
En hoe lang heeft dat wel geduurd dat jij gebruikt en gedronken hebt? Nou, omdat het wordt een gewoonte op een gegeven moment. En om dat uit je leven vandaan te krijgen, dat is een strijd voor altijd. Oh ja? Kan ik wel zeggen, ja. Ja. Als je eenmaal weet wat cocaïne is, in combinatie met drank, ja, dat stemmetje, dat blijft. Dus je zult wat met je drankgebruik moeten. Dat is een ding wat zeker is. Want als jij veel blijft drinken, te veel, ja, dan komt dat stemmetje bij een bepaalde hoeveelheid. Ik denk dat je leven lang blijft. Maar Roland, dan is het ook niet zo vreemd, hè? Want als je ziet wat er zaterdagavonds gebeurt, het is bijna normaal dat iedereen zich dronken drinkt. Ja. Ik vind dat heel alarmerend. En dan heb je die wil niet meer. En dan komt de drugs bij. Ja. Waar eindigt dat? Ja, je wordt makkelijker, ja. Dus je grenzen vervagen natuurlijk. Dus dan is de stap daar naartoe is makkelijker, ja. Maar het is natuurlijk ook wel een beetje het voorbeeld hier in het dorp. Hey, kijk, de oudere mensen, die zitten ook aan de zonnemaatje puur. Dus en na de kerk is het, vroeger was het koffiedrinken en ook aan de borrel. Dus ja, het is een gewoonte, hè, de drank. Eigenlijk in de hele maatschappij. Dus, ja, het wordt nu ook toevallig via de gemeente ook gezegd, kinderen kopiëren je gedrag. Ja, klopt. Ja. Dus als ouders niet zouden drinken, dan zou dat schelen, durf je dat wel te zeggen? Ja, dat scheelt altijd. Ja, moet ik zeggen, mijn moeder die drinkt bijna niets. Dus ik ga niet de schuld geven aan mijn vader. Maar ja, dat helpt altijd wel iets, ja. Ja. Nou, de gevaren van alcohol worden gewoon niet ingezien. Alcohol is gewoon het grootste vergif wat er is, uiteindelijk. Dat is wel zo, maar zelfs in de Bijbel wordt gezegd, als je het met mate drinkt, kan het een vreugde zijn. Ja, maar dat is ook het moeilijke. Daar heb ik zelf ook nog steeds geen antwoord op. Van, moet je soms helemaal de alcohol laten staan of niet? Soms doe maar, ik pas mee samen met mijn vrouw om periodes niet te drinken. Want het sluipt erin. Dus, maar goed, inderdaad, Jezus die verandert ook water in wijn. Dus zeg het maar. Maar ja, overal waar te voor staat, is nooit goed. Nee, absoluut niet. En drank kan een groot gevaar zijn. Ja. En als je er moeite mee hebt, moet je sowieso niet drinken, denk ik. Nee. Als je moeite met de maat hebt, moet je sowieso niet drinken. Nee. Het kan heel veel kapot maken. Ja, ja. Nou ja, ze zeggen het niet voor niks, hè. Drank maakt meer kapot dan je lief is. Ja. Heb jij ook gemerkt dat de dingen kapot ging maken? Ja, natuurlijk. Kijk, die periode dat ik zo heftig gebruikte en dronk en nachten wegbleef. Ja, natuurlijk heeft dat zijn neerslag gehad op mijn ouders en op mijn moeder ook vooral. Die lag wakker. Maar op dat moment zie je dat niet in. Je zit ergens en denk je, man, maak je niet druk. Gaat dan lekker slapen, ja. Dus natuurlijk, en in tijden dat ik heel veel gebruikte en dat ik mijn moeder gewoon uitschold. Ja, daar weet ik zelf eigenlijk niet eens herinnering aan. Maar je verandert echt als persoon. Als jij echt heel veel pillen gebruikt en snuift. Want ik heb van alles gebruikt door elkaar heen. Ja, dan word je echt wel een andere persoon, ja. Als ik foto's zie van die tijd, dan denk ik, jongen. Wat een hoofd. Oh ja? Ja. Dat is toch achteraf verschrikkelijk voor je? Ja, nou ja, verschrikkelijk. Het vormtje. En ja, ik heb gewoon op mijn hart, ik weet niet of ik dat nu al kan zeggen, maar dat God gewoon tot mij gesproken heeft. Altijd eigenlijk, hè? Eigenlijk altijd, ja. Is hij nooit weg geweest. Maar om anderen te gaan helpen, dat heb ik op mijn hart. Ja. Komen we straks uitgebreid op, maar ik zit me wel even in te denken. Je had wel werk. Ja. Ik heb dus, altijd gewerkt. En je verdiende goed. Ja. Dus je kon het wel betalen? Of, ik kon het wel betalen, ja. Ja. Ik heb wel altijd... Ik heb mijn hele leven... het is een hele strijd geweest. Maar dat ik echt grote hoeveelheden gebruik, dat kan ik niet zeggen. Nee. En achteraf gezien was het misschien wel voor mijn ADHD. Want ik werd er rustig van in mijn hoofd. Ja, laten we het niet aanprijzen. Maar dat heb je inderdaad gezegd. Dan kon je je weer concentreren. Ja. Maar dan moet je inderdaad niet veel gebruiken. Nee, klopt. En hoe doe je dat dan, dat je het niet opschroeft? Dat je niet steeds meer gaat gebruiken? Ja, dat vond ik niet lekker. Dus misschien was je toch niet echt verslaafd? Ja, ik weet het niet. Nee. Ja, verslaafd, het stemmetje zit er wel. Maar ja, ik heb toch altijd wel een tussen haakjes normaal leven gehad. Dus wel altijd gewoon gewerkt en
Dus mijn sociale leven was op zich, wat dat betreft, wel gewoon normaal. Ja. Ja. Hou weer even naar muziek. Naar muziek, laat ik het netjes zeggen. Hoor jij de vogels nog fluiten? Zie jij de boog nog in de wolken staan? Of zit je hoofd zo voorgestopt, waardoor je onbereikbaar wordt en de zegeningen steeds aan jou voorbij gaan? De dief is bezig met stelen. Hij rooft de vreugde uit je leven weg. Toch is het mogelijk in de strijd dat je van binnen wordt verblijd als je alles wat je vasthoudt bij hem neerlegt. Dan mag je het weer zien als je alles bij hem neerlegt, als je alles in zijn handen legt, kan jij zijn schoonheid zien. Je mag het dan weer zien. Al de goedheid in het leven, alles wat hij jou gegeven heeft, je mag het dan weer zien. Dus richt je ogen naar boven. Ook als de last je zicht vertroebeld heeft. Want het blijft een zekerheid dat God je hele leven leidt. Oh, en dat te weten is wat echte rust geeft. Dan gaat de wereld weer open. De dingen die je zo vaak hebt gemist. Een zachte stem in de natuur, kleine wonderen ieder uur, die je steeds weer laten zien dat hij dichtbij is. Dan mag je het weer zien, als je alles bij hem neerlegt, als je alles in zijn handen legt, kan jij zijn schoonheid zien. Je mag het dan weer zien. Al de goedheid in het leven, alles wat hij jou gegeven heeft, je mag het dan weer zien. Ik laat jou je verhaal doen, dus ga verder. Ja, de reden dat ik hier zit is natuurlijk, hè, want het is heel veel om alles te vertellen in een korte tijd. En dan ga je van de hak op de tak als je niet uitkijkt. Maar de reden dat ik hier zit, is dat ik geloof dat God altijd tot mij gesproken heeft. Ook toen ik eigenlijk niet met God bezig was. Toch, hè, ik heb eigenlijk mijn hele leven gezegd, als ik het over dat moment had. Het was alsof God tegen me sprak. Maar God sprak tot mij, terwijl ik niet met God bezig was.
Wat een wonder, hè, Roland? Ja, dat is zeker een wonder. Ik krijg zo kippenvelden van. Ik heb altijd, zoals ik al zei, een doel voor ogen gehad. Hè? Ik was eigenwijs, ik stop mijn school, heb ik niet nodig. Ik ga wel werken, ik verdien tegen die tijd, heb ik zoveel geld verdiend. Dan is een ander net klaar met school. Dus ik had een doel voor ogen. Zoveel geld wil ik opsparen en ik wil een huis kopen. Nou, dat is allemaal heb ik allemaal gered toen ik 25 was. Ik heb op een zeker moment, op mijn 20ste, wel afscheid genomen van mijn destijds huidige vrienden. Het werd steeds heftiger. Ik heb altijd wel gehad van jongens, er moeten wel normale gesprekken gevoerd blijven worden. Normen en waarden, hè? Je gaat gewoon werken en op een gegeven moment als dat wegvalt en zondagnacht ga je ook nog eens een keer door en er worden slaapmedicatie tussendoor gebruikt om weer rustig te worden, al dat soort dingen. Ja, dat is nooit mijn ding geweest. Dus ik ben toen wel een andere weg ingeslagen. En je zegt het heel snel, ik heb afscheid genomen van mijn vrienden. Dat was heftig. Dat is heel heftig, ja. Maar ik denk, ik moet een andere weg inslaan. Helemaal niet dat ik een beter persoon ben dan anderen. Maar ik had toch wel zoiets van, jongens, dit gaat de verkeerde kant op. Ja. Terwijl dat eigenlijk natuurlijk al lang gaande was. Maar ja, ik had toch wel altijd een bepaalde mijn verstand erbij van, jongens, dit is het niet. Je had een grens. Ik had een grens, ja. En toen was ik dus 20. En toen ben ik mijn eigen weg gegaan. Nog steeds wel gebruiken en drinken. Maar dat doel heb ik bereikt op mijn 25ste. En toen kreeg ik mijn huis. Waar ik uit mijn keukenraam de Noorderkerk zie, waar ik als kind gedoopt ben. Dat ik denk, nou, dit is ergens voor. En toen heb ik ook echt op mijn knieën zitten huilen in de keuken. Waarom ik wel? Waarom heb ik dit wel? Het voelde toch wel een beetje als, ja, niet eerlijk. Waarom ik wel een huis en de rest niet? He, ik had toch te doen ook met die andere jongens. En toen sprak de schat op mij. Ik ga jou gebruiken. Dat weet ik 100% zeker, ja. Ja. En ja, dat geloof ik ook, dat gaat gebeuren. Maar dat is zo bijzonder, Roland, want je ging niet naar de kerk. Nee. Je deed er eigenlijk niks meer mee. Nee, ik ging vroeger mee met mijn moeder tot mijn 12e, omdat het moest. Maar ik heb het heeft me nooit geraakt. Natuurlijk was de kerk vroeger ook heel anders dan nu. Dus alles gedaan wat God verboden heeft. Op de markt stond ik uiteindelijk in Voorthuizen. Daar werd ik altijd uitgenodigd door mensen van de kerk daar. Toen bestond de doorbrekers nog niet. En toen zei ik altijd van, ja man, ik kom wel een keer. Ja. Maar ja, daar kon wel een paar jaar overheen gaan. En, maar uiteindelijk dacht ik van, nou ja, laat ik uit respect voor hun daar een keer heen gaan. Dus zo gezegd, zo gedaan, ben ik daarheen gegaan, zondagochtends een keer naar Voorthuizen. En ja, daar werd ik wel geraakt door de Heilige Geest. Oh joh. Ik werd daar verwelkomd en dus toen raakte de Heilige Geest mij en toen ging ik in één keer elke zondagochtend om 7 uur, dus om 's avonds om 11 uur in de kerk, dacht ik van, hé, ik ga naar huis, want morgen om 7 uur ga ik naar Voorthuizen toe. Hoe bijzonder. Ja, ja, mooi hè? Ja, maar dat is de Heilige Geest. Die heeft me toen gegrepen en gezegd van, ik ga met jou aan de gang, denk ik. Ja, maar je had nog een weg te gaan. Ik had een hele lange weg nog te gaan. Ja. Maar als je daar dan in de kerk kwam, dan was er iets wat je mooi vond en je ontmoette God, leek het wel. Ja, de blijdschap vooral, denk ik. De blijdschap. Ja. Oké. En die blijdschap die had je gemist in de kerk vroeger? Ja, zeker. Ja. Dat mag gewoon gezegd worden, want ja, dan moet je stilzitten. En ik was natuurlijk daar ook een drukke jongetje. Ja. En dat is een beetje hoe de kerk vroeger was. Ja. Dus dat is niet bepaald. Dus de hele tijd moest je een beetje op je plek gezet worden. Ja. Dus wou toch je mond eens een keer, ja. Dus dat was voor jou de kerk, ik moet stilzitten. Nee, kan ik helemaal niet. Ja. Ja, maar daar moest je ook wel stilzitten, denk ik, toch? Nee, daar was het heel uitbundig. Er liepen mensen met vlaggen te zwaaien. En de mensen die tussendoor op de knieën gingen zitten. Wat ik dus overigens na een bepaalde periode ook weer te heftig vond. Ik denk, nou, dit is het ook weer niet. Dus ik ben daar op een gegeven moment ook wel weer mee gestopt daarheen te gaan. Maar had je dan een alternatief? Nee.
Nee, maar ik bleef natuurlijk altijd drinken en gebruiken. Dat ging niet weg. Dus je blijft met twee benen... Of je zit met je ene been in de wereld en de andere been ben je met God bezig. En dat gaat niet. Dan kan de geest niet volledig zijn werk doen. Nee. Het is ook wat God zegt, hè? Het is of-of. Ja. Je kiest met je hele hart voor mij. Ja. Of je kiest niet voor mij. Nee. En vroeger ook al wel verschillende initiatieven opgestart. En uiteindelijk kreeg ik gewoon het gevoel, ja, dit is niet voor mij weggelegd. Ik kan dit gewoon allemaal niet. Maar ja, waarom? Omdat ik gewoon... met mijn ene been in de wereld bleef. En dan kan de geest niet volledig in jou werken. Het is mooi dat je dat zegt, want dat is ook echt 100%, zo. Hè? Ja, 100%. Ja, God vraagt of. Ja. En hoe heb je dat opgelost? Ja, dat is pas de laatste jaren eigenlijk. En dan nog is het een strijd. Maar ja, doordat je eigenlijk stilgezet wordt. Maar ja, dan spring ik, maak wel een hele sprong nu. Nou, spring maar weer terug. Ja. Maar goed, ik ben dus... ik heb dus altijd gewerkt. Ik heb dus het gevoel dat God toen tot me sprak. Of God sprak tot mij. Ik ga jou helpen. Ja, op welke manier dan? Dat is nog steeds een vraag voor mij. Ik weet het nog steeds niet. Nee, maar je weet inmiddels wel zeker dat hij jou gaat gebruiken. Ja. Wat bijzonder, joh. 100%. Ja. Maar jouw leven... Of zullen we even naar muziek gaan luisteren? Vind je dat? Dat is ook wel mooi, hè? Ja. Zullen we dat even rustig doen? Dat is goed. Oh,
Roland, het is best een lang verhaal, hè? En je moet steeds stapjes maken. Waar was je gebleven? Ja, wat ik vergeten ben te vertellen. Dit was eigenlijk mijn leven met God. Pieken en dalen, maar dat kwam gewoon door mijn levensstijl, achteraf gezien. Op dat moment snapte ik dat niet. Maar wat ik dus vergeten te vertellen ben, voordat ik dat huis kocht, ik had een andere relatie destijds. Die schoonouders, die hoorden dat ik, of dat die dochter een relatie had met mij. Ik had altijd wel een beetje een stempel hier in het dorp. Van, nou ja, goed, daar mocht ik niet mee omgaan. En uiteindelijk, ik denk prima, hoef ik daar niet te komen. Uiteindelijk, ja, ze zijn niet zo heel aardig tegen geweest. Laat hem hier maar komen. En toen kwam ik daar ook gewoon binnen als mezelf. We gingen naar de kerk toe. Ik zei, ik ga niet mee. Eigenwijs als ik was. Maar uiteindelijk, op een gegeven moment ben ik toch meegegaan naar de christelijk gereformeerde kerk van hun. Toen dacht ik, nou, dit is het ook niet. Dit past er niet bij ik jou. Ik ben altijd nog lid in de Noorderkerk. Laten we daar een keer heen gaan. Daarheen gegaan. De zaterdag erop, volgens mij, op het voetbalveld. Die naam mag ik denk ik wel noemen. Kwam Harald van der Pol naar mij toe. Wat mooi dat je in de kerk was. Mijn vrouw geeft alfa-cursus. Is dat niks voor jou? Nou, ik denk dat ik toen gelijk gezegd heb, dat denk ik niet. Maar goed, naar huis gegaan en toen toch wel over nagedacht. Ik denk, ja, die mensen menen dat wel echt oprecht. Ja, wat best mooi, ze hadden je gezien. Je was opgevallen van, hij is er niet, maar nu wel. Fijn. Ja, en eens een keer positieve energie naar je toe, in plaats van altijd negatief natuurlijk. Ja. Dus ik denk, man, laat ik daar een keer heen gaan. Daarheen gegaan en, wat is het verschil tussen categorisatie en dit? En denken ervan, dit is één keer en nooit meer. Je ging er kritisch heen. Ja, kritisch, zoals ik altijd al ben geweest. Maar hoe het precies gegaan is, ik denk op het moment dat we dus gingen zingen. En dat was De Kracht van Uw Liefde en Kom tot de Vader. Ja, toen pakte de Heilige Geest mij. Wat is dit? Wat gebeurt er nu? Dus ik heb die hele cursus afgemaakt. Ook uiteindelijk een keer van, weet ik nog wel, dat we in een kringetje zaten van, wilde er iemand misschien bidden? Ik zei, man, dat wil ik wel doen. Nooit bang geweest ergens voor. Maar ook toen pakte de Heilige Geest dat gebed. Dat ik bad voor iemand. En daarna, ik zei, hoe vonden jullie dat iedereen ontroerd was? Inclusief ikzelf. Ik denk, wat is dit? Maar het was gewoon de Heilige Geest. Dat is toch wel ook wel een, ook wel een begin geweest in mijn echte geloof. Ook vermeldenswaardig. Ja. Om even een ouderwets woord te gebruiken. Ja. Want iedere keer als je praat over de Heilige Geest, raak je nog geëmotioneerd. Zeer, ja. Dus Heilige Geest, dat is emotie, dat is je hele leven doortrekken. Ja. Mag ik het zo zeggen? Ja, en als je dat op een gegeven moment weet. Kijk, door mijn eigen levenswijze is het, ik dacht dat is mijn karakter. Nee, dat kwam door mijn leefwijze, dat het pieken en dalen was. En eigenlijk, met periodes, dan weer wel naar de kerk, dan weer niet. Maar God was toch altijd wel met mij bezig. Als ik coke ging halen op zaterdagavond, dan was er toch altijd wel een stemmetje. Je weet, dan gaat die avond niet goed aflopen. En dat gebeurde ook vaak niet. Altijd weer eindigen in geweld of vechtpartijen of een keer in een cel beland, nadat ik ook iemand helemaal finale in elkaar getrapt had, dat ik helemaal onder het bloed zat, dat ook God weer bij me kwam. Jongen, waar ben je nou mee bezig? Echt? Ja. Ja, zijn toch echt wel momenten dat God echt bij mij is geweest. Wisten mensen dat? Nee, dat denk ik niet. Nee. Nee, want je had het erover, iedereen had wel iets te vertellen over je. Roddelen ook wel natuurlijk. Ja. Hoe was dat voor je? Wat doet dat met een mens? Ja, dan op een gegeven moment ga je daar makkelijker mee om. Dan denk je, het doet mij niks meer. Maar je wordt natuurlijk doet het wel wat met je. Je denkt dat het je niks doet, ja. Ja, je denkt dat het je niks doet. Het vormt je. En uiteindelijk gaat het er niet om wat een mens over je zegt, maar wat God van je vindt. Maar natuurlijk vormt je dat wel. Ja. Zeer zeker. En toch wilde je gewoon in het dorp blijven, in je prachtige huisje. Zeer zeker, ja. Ja. Maar ik denk dat we De Kracht van Uw Liefde gaan draaien. Waarom deed dat je zoveel? Of wil je misschien na afloop, als het geweest is, zeggen?
Ja, ik weet nog, die arend dat bleef hangen. Ja, de heilige, waarom was het zo mooi? Omdat de Heilige Geest gewoon bij me kwam. Stijg op als een arend. Ja, en ook en, dat God je draagt. Ja, en dat andere lied, Kom tot de Vader. Ja, ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. Ja, het is wat, hè. Maar we gaan eerst naar de kracht van uw liefde luisteren, ja. Kracht van uw liefde. En dat pakte je echt. En toch, Roland, ben je weer losbandig gaan en blijven leven. Ja, klopt. Ja, het is een gewoonte die je heel moeilijk uit je leven vandaan krijgt. Wilde je het wel? Ja, zeer zeker. Want ik bedoel, kijk, het is, maakt dopamine aan, kook. Dus je bent helemaal op de top. Maar tot in het midden van de week, de volgende week, zit je in een dip. En
dan ben je depressieve klachten. Dus, en nooit geen rust in je hoofd. Dus ik heb heel vaak altijd gedacht van... Ik ga naar het klooster of weet ik het wat, om rust te hebben. Ja. Dus ik heb echt wel periodes gehad dat ik het echt niet zag zitten. Ook wel depressieve periodes? Ja. Ja, ook vaak natuurlijk na het weekend. Dus... En hoe kom je daaruit? Want je zit zo in een stramien, zou ik bijna zeggen. Je moet wel, je gaat maar door. En toch wil je niet, je wil ook God liefhebben, dienen. Dat had je inmiddels. Ja. Hoe vecht dat met elkaar? Hoe doe je dat als mens? Ja, uiteindelijk is alles met keuzes maken. Dus als jij weet van, ik noem maar wat, je wordt uitgenodigd voor een derby met visbakken. Maar je weet al wat daar allemaal gebeurt. Dus dan begin je daar alles mee om daar niet heen te gaan. En dan gebeurde het even goed wel, na de derby. Alles is keuzes maken. Dus bepaalde plekken niet meer opzoeken. Maar ja, dat is een zoektocht. Wel moeilijk hoor, want het was ook wel je gezellige leven. Ja, klopt. Werd het toen saai? Nee, niet saai. Niet saai, maar het is een gevecht. Van ja, wat moet je doen? Je kan toch ook niet overal wegblijven? Nee. Dus dat is gewoon heel moeilijk. Ja. En hoe heb je dat opgelost? Ja, hoe heb je dat opgelost? Dan maken we weer een hele sprong. Nou ja, jij mag je tempo bepalen en je mag ook weer teruggaan. Ja. Ga maar terug. Nou goed, dat is natuurlijk gewoon wel eigenlijk tot een aantal jaren terug een zoektocht geweest. Maar wel steeds, uiteindelijk is er gewoon een vrouw in mijn leven gekomen. Waar ik nu mee getrouwd ben. Ja. Neem je tijd. Die is wel gestuurd door God. Dat weet ik zeker. Marta. Ja. En toen zijn we dus samen, die is ook gelovig opgevoed. En uiteindelijk zijn we toen naar de doorbrekers gegaan samen. Want dat begreep zij goed. Maar ik kon daar gewoon mezelf blijven. Dus ik hoefde niet te liegen. Hè? Ze komt zelf uit Polen, ze is ook wel wat gewend. Dus dat was voor mij gewoon goed. En doordat ik dus mezelf bleef, of kon blijven, ik vind het heel moeilijk om het hele verhaal... Je hebt zo mooi gezegd, ze kwam, ze zorgde af en toe voor je, je eigen woorden, ze zeurde nergens over, ze was er gewoon voor je. Ja, klopt. Kijk, en wij delen samen die liefde voor God. Dus we zijn wel gaan onderzoeken. We hebben discipelschapstraining gevolgd samen. Waar ze ook veel strijd van ondervond. Van ja, heb ik het dan altijd misgehad, katholiek opgevoed. Maar uiteindelijk toch wel ingezien dat daar heel veel dingen in zitten. Wat toch niet bijbels is. Wat heeft mij echt veranderd? Wij hebben samen zijn we ook gedoopt in de doorbrekers. Hebben heel veel strijd hebben we daar na gehad. Maar dat is toch wel echt een kantelpunt bij ons geweest, denk ik. Dat deze lijn met God, deze lijn is geworden. Wat ik al zei, ik heb altijd gewerkt. Maar ik ben in 2018, nadat ik mijn vader heb begraven, 4 weken daarna mijn baan verloren. Ja, dan is wel, waar toch wel een beetje achteraf gezien, zo daarover dat mooi ziet. Je identiteit zit daar toch wel in verweven. Dus er wordt eigenlijk de grond onder je voeten weggeslagen. En word je stilgezet. En toen ben ik echt wel even goed los geweest. Omdat je denkt, mijn motivatie valt weg. En als mijn motivatie wegvalt, dan interesseert het me allemaal niet meer. Nee. Dus dan was het drinken en gebruiken. En dat ik soms nog wel eens wakker zat. Als Marta 's ochtends als naar de werk ging. Maar dan zei ze niks. En dat raakt je pas. Ja. Ik kon zelf niet eens meer praten. Maar ze keek je aan. En dan was het voor genoeg. En dat raakt je. Ja. Dat je denkt, dit kan niet. En zo wordt het gewoon een zoektocht. En ga je samen kiezen voor God. En maak je steeds meer keuzes. En heel onrustig geweest. De laatste jaren is het gewoon heel onrustig met mijn werk.
door corona, noem het maar op. Maar onlangs heb ik een preek gehoord van dominee Boonstra. En die had het over de woestijntijd van je leven. En toen dacht ik, ja, je bent in de woestijntijd gezet. Want ik kreeg op een gegeven moment wel op mijn hart al. Bij de baan waar ik 11,5 jaar heb gewerkt. Ik had altijd van, de sky is the limit. Ik wil verder komen in mijn werk. Maar op een gegeven moment merkte ik dat, dat is helemaal niet zo belangrijk. En ik kreeg gewoon op mijn hart van, ik wil anderen gaan helpen. En toen dacht ik, maar dat kan ik hier toch ook met de mensen waar ik leiding aan geef. Dus toen viel dat weg. Toen kreeg ik een andere baan. Ook weer hetzelfde verhaal. Zoekende van, hier kan ik ook mensen helpen. Niet iedereen kan daar zijn werk van gaan maken. Dus maar wel een zoektocht. Dus die raakte ik ook weer kwijt, die baan, door de corona. En uiteindelijk er dus achter gekomen van, God die geeft me die rust gewoon. Hier reed je de tijd, jongen. En die laatste 4 jaar is gewoon echt, is mijn relatie met God zo stabiel geworden. Ook omdat je gewoon stil wordt gezet. Alles kan zo wegvallen. En dan? Ja. Dan sta je daar. Waar is jouw identiteit dan? Waar zit je identiteit nou eigenlijk in? Ja, mooi. En die zat toch ook wel, dat is ook wel een beetje, mens eigen, denk ik. Ik denk het wel. Maar als dat dus wegvalt, wie ben je dan uiteindelijk? Dus achteraf gezien ben ik gewoon eigenlijk blij in de periode waar ik nu in terecht ben gekomen. In de woestijntijd. In de woestijntijd, ja. Je kunt rustig kijken, wat heeft God voor mij? Ja. Je had ook dat lied, Kom tot de Vader. Ja. Wat pakt je daar zo in? Ja, kom tot de Vader. Kom zoals je bent. Ja. Heel je hart, al je pijn is bij hem bekend. Dat raak je toch? Jij hebt dus gewoon nodig dat je mag komen zoals je bent. Ja, en die pijn en dat was gewoon de Heilige Geest. Natuurlijk heb je wel een bepaalde pijn bij je door alles wat je, als je altijd maar met geweld en met politie in aanraking bent en drank en drugs. Ja. En eigenlijk past het helemaal niet bij je. Nee. Ja, jij daar zegt, kom je achter. Ja, jij ik, zegt het. Ik zeg dat van harte. Ja, ja, ja. Ja, daar zit een hele zachte jongen eigenlijk. Ja, ik heb zo'n hartje, ja. Ja, een hele zachte jongen die mensen wil helpen en dat weet God. En God heeft een taak voor je, alleen die ken je nog niet. Die ken ik nog niet, nee, dat klopt. Die komt wel. We gaan even naar het lied luisteren. Kom tot de Vader. Yeah.
bijzonder, zo'n lied. Hè? Het lijkt wel of het voor je gemaakt is. Ja, zeker. Ja. Want al die regeltjes die je ziet, het is zo prachtig. En zo is God ook. Hè? Ja, zeker. Maar hoe anders is God dan jij vroeger dacht? Dat is een beetje een moeilijke vraag, maar ik denk dat je hem wel begrijpt. Het mooiste wat er is. En wat ik nu heb. Of je gelooft wel of je gelooft niet. Je gelooft altijd voor 50%. Maar als je wel gelooft, en het is echt zo, ja, dan is het niet meer even een dingetje wat je erbij doet. Dat is levensveranderend. Daar moet je eigenlijk, ja, daar moet je je hele leven van maken. Vandaar dat God ook zegt, geef je over aan mij. Ja. En dat probeer ik, hoe moeilijk dat ook is, dat is een dagelijkse strijd, maar wel te doen. Om Gods stem te verstaan. We gaan nog een stukje terug. Hè? Daar hadden we het net even tijdens het lied over. Omdat het zoveel is, vind ik het soms moeilijk om in de juiste volgorde te vertellen. Dat geeft niks. Maar wat wel heel belangrijk is, wat ook levensveranderend voor mij is geweest, wie in mijn leven is gekomen, dat is Dominus Schreuder. Huisbezoek vroeger, en dan zei mijn moeder van, als je ook maar geen drinken kan pakken, maar daar ging je natuurlijk niet bij zitten, het eigenwijze jongetje. Ik zei, ik woon hier toch? Dus ik kwam dat gewoon doen. En ik weet nog precies het moment, voor mij was ik ook 18, maar Dominus Schreuder kwam net bij de Noorderkerk. En ik kom thuis, het huis inlopen en ik kijk hem aan en ik denk, nou, wat is... Hoe dat precies ging, weet ik niet. Kom je erbij zitten of dat ik het zelf heb voorgesteld? Ik zeg, maar hier wil ik wel bij zitten, ja. Wat een liefde, straalde die man uit. Zo, niet om iemand anders tekort te doen, want ik weet niet eens wie de ouderlingen waren. Maar met die man ben ik opgelopen en... in mijn vorige relatie is altijd verbonden geweest met mij. Heeft ook het dienst geleid van mijn vaders begrafenis. Heeft mij en Marta getrouwd onlangs in maart. Zo'n belangrijk persoon is dat gewoon voor mij. En voor mij was... ik heb een hele lange tijd met mijn vader moeite gehad. Van dat ik denk, waar komt hij? Want mijn vader en moeder zaten niet op één lijn met het geloof. Als ik er niks aan deed, dan zei mijn vader, moet je niet eens naar de kerk. En als ik vol van de geest was, dan kon hij daar ook weer niet mee omgaan. Ik heb een hele lange tijd... mijn vader kon gewoon moeilijk praten over zijn gevoel. Van waar komt hij straks? Hij werd op een gegeven moment ziek. En ja, het zag er wel naar uit. Het einde gaat een keer naderen. Daar heb ik echt heel lang moeilijk mee gehad. En op het moment dat wij, ik en Marta op wintersport zouden gaan, toen zei ik tegen Marta, kom, ik wil naar papa toe, ik wil met hem bidden. Want ik denk dat we gebeld worden. Ik moet daarheen. Dus ik heb met mijn vader zitten praten. En ja, wie Jezus was, en geloof je in Jezus? Ja, daar geloof ik in. En mag ik met je bidden? Ja, dat mag wel, zei hij. Dus ik ook met hem gebeden. En dat de genade dan ook voor hem is. En na de gebed, ja, waren we allebei emotioneel. En ik zei, vond je het mooi? En dan tranen over zijn wang. Ja, heel mooi. Het was voor mij goed. Ja, dat begrijp ik, Die, en Dominus Schreuder, die heeft mijn moeder ook benaderd. Of die dienst wel leidde, dat het niet zo goed ging. Papa, toen kwam die geloof ik elke week. Of om de twee weken. En ja, toen kwam ik ook binnen en toen zat hij dus aan het bed van mijn vader. En toen zei hij van, ja, ik heb gehoord dat mijn vader had gebeden. Wil je dat nog een keer doen? Ik zei, ja, dat is goed. Dus toen heb ik gebeden met Dominus Schreuder erbij. En ook gebeden hoe hij in mijn leven is gekomen. En dat voor mij de cirkel rond was. Dat ik daar aan het bed zat met papa. Dus die man, die heeft ook een grote rol gespeeld. Die is ook door God gestuurd, zeg maar. Ja. Die liep een heel stuk met je mee, loopt nog. Tot nu. Ja, tot heerlijk. En ook toen onze bruiloft niet doorging door corona. En dat eigenlijk de lol er vanaf was. Dat we eigenlijk geen energie meer hadden. En hij elke keer van moeten weer eens een keer afspreken. Want hij wilde en hoe nederig die is. Ook ja, van tijdens de gesprekken van, nou ja, als ik misschien een rol van betekenis mag spelen, omdat hij natuurlijk al niet meer als dominee werkzaam was, denken dat misschien een andere dominee ons zou gaan trouwen. Maar ze zijn natuurlijk niet. Dat ga jij doen. Dus daar zijn we heel dankbaar voor. Ja. Mooi. Ja. Dankjewel.
dicht bij u ben. Zonder u val ik uiteen. Leid mijn hart door stormen heen. O mijn Heer, ik heb u nodig. Elk moment zo nodig. U pleit voor mij, u spreekt mijn plek. O God, ik heb u nodig. Mijn schuld zit diep, u kunt er mij. U vergeeft en reinigt mij. Waar u bent, daar ben ik vrij. Woon in mij en heilig mij. O mijn Heer, ik de weg naar u als verleiding mij omgeeft, kan ik niet staan, leun ik op u. Jezus, hoop zijn woorden die wij kunnen beamen, hè? Nou. O God, ik heb u nodig. Prachtig. Ja. Jij zegt net tussendoor van, ik moet nog iets vertellen, want God heeft nog een keer tot mij gesproken. Ja, ik heb van die, zoals veel mensen hebben natuurlijk appjes met dagteksten. En die kun je instellen op een bepaalde tijd. En die kreeg ik eigenlijk voor mij altijd 's ochtends 8 uur of 8:30. Maar ook een keer daarna een derby. Ook die worsteling, ik wil eigenlijk niet zoveel drinken in het dorp en weet ik wat. Maar ja, toch wel gedronken en ook weer wat gebruikt. Maar toch naar huis gegaan. Want ik denk, ik gewoon lekker naar huis. En ik belde met Marta. Die was zondag al in mijn leven, net een beetje begin, denk ik. En het gesprek is klaar en ik leg mijn telefoon neer. Poep, poep, ik krijg een berichtje. Die dagtekst. Dagtekst. En ik open hem. Dat was middags om 5:30. Dit zou je vrouw worden. Hoe het er precies staat, weet ik niet. Koesteraar. Ik denk, nou, wat is dit, joh? Dus dat heb ik ook tegen mijn broer gezegd. Altijd tegen meerdere mensen. Ja, dat is gewoon God. Ja. 100%. Ja, maar jij ziet het ook. Ja, je moet het zien. Ja. Want een heleboel mensen hebben dat misschien ook, maar je moet het wel zien. Ja, dat is geen toeval. Nee. Dat is toch... Dus ja. Als wij het wel eens moeilijk hebben, dan denk ik wel altijd daaraan. Nee, ja. Want God... God zorgt voor mij. Ja, en als je een eenheid bent, dan weet je ook dat de boze komt om te roven. Dus
En op een gegeven moment ben je waakzaam. Dan weet je gewoon, oké. En als de ene zwakheid heb je overwonnen, dan komt die wel weer op een andere manier. Walgelijk, hè? Ja. Lafaard. Maar hoe doen jullie dat samen? Steunen jullie elkaar? Is de ene keer de een zwak en de andere keer de ander zwak? Of zijn jullie samen sterk in God? Ja, we zijn samen... Ja, een voorbeeld te noemen. We zaten in januari op verjaardag bij mijn zus. En in een goede voornemen zit. Toen zegt Marta in één keer van... Ja, ik ga een leesplan Bijbel lezen in een jaar. Oh, dat wist ik niet. Ik denk, oh ja, goeie. Ga ik ook doen. Dus ja. Ik loop één dag achter. Dus daar spreek je dan over. Één dag achter, ja. Dat is wel een hele leuk. Ja, dus maar om een voorbeeld te geven van... Ja, zo versterk je elkaar wel. Ja. Fantastisch. Echt. Jullie doen samen nu ook de Alpha-cursus. Doe dat samen? Geef je samen een groepje leiding? Ja, ik ben natuurlijk, wat ik al tegen je zei, in de woestijntijd gekomen. En dat heb ik eigenlijk allemaal... Er komt zo weer een heel verhaal in mijn hoofd. We gingen naar de doorbrekers. Dat was voor ons goed. Hè? Toen was er ook een splitsing, wat gedoe met een andere domein. En ik hoef geen namen te noemen, nee, maar dat kan me niet uit. Maar ik denk, dat is voor ons niet goed. Op dat moment. Want als je zelf in groei bent met je geloof, dan moet je niet allerlei discussies gaan krijgen. Dus voor ons was dat goed, de doorbrekers. Maar wel altijd gezegd van, als ik wat ga doen, dan doe ik dat liever bij de Noorderkerk. Ja, en want niet ik bij kijk er zo op, hè? Ik kijk erop. En ze kwamen ze op huisbezoek van, ja, je komt nooit en waarom blijf je eigenlijk nog lid? Moeten we wel komen? Ik zei, ja, dat is eigenlijk wel een goeie. Daar heb ik eigenlijk niet over nagedacht. Dus ik heb echt op het punt gestaan om uit te laten schrijven. En toen overleed dus mijn vader. En mijn vader heb ik naar binnen gedragen met mijn broers en mijn neefjes. Door de deur die ik uit mijn keukenraam zie. Ook weer zo'n teken. En toen ben ik s'avonds daar op mijn knieën gaan bidden voor die deur. En toen zei God, je moet niet weg hier bij die Noorderkerk. Niet weg? Nee, je moet hier niet weg. En ja, bruiloft was niet doorgegaan. Dat zouden we in het kasteel doen in wijkbeduursteden en... Ja, nu toch wel. En waar gaan we dan trouwen? Waar doen we die dienst? En uiteindelijk, Noorderkerk, daar ben ik lid. Ja, we kunnen ook gewoon Noorderkerk trouwen. En zo zijn we eigenlijk dus steeds meer... weer een verhaal komt er in mijn hoofd. Christel Zwol, die kwam bij de Noorderkerk. Maarten Daarde, die naam mag ik ook wel noemen, die kwam naar me toe. We hebben nou een dominee. Dat is echt jouw type. Kom nou eens een keer. Dus zo ben ik eigenlijk eens een keer naar de Noorderkerk gegaan. Met mijn vooroordeel. Chris weet dit overigens, heb ik ook tegen hem gezegd. Weer met een pak aan, een stemmetje. Weer zo'n dominee. Maar goed, wetende, ik zit bij hem in zijn wijk. Dus hij komt een keer langs. En ik ging s'avonds de hond uitlaten. En daar stond hij op de hoek bij mijn buren. Ik zei, je bent mijn dominee, hè? Wanneer kom je een keer langs? Nou, de volgende dag werd ik wakker. S'nachts om 12:15 nog een e-mail van hem. Van woord bij daad. Wanneer kun je? Dus zo zijn we eigenlijk met hem ook opgelopen. Veel gesprekken gevoerd. En zo steeds meer een band ook weer met de Noorderkerk gekregen. En ook de reden dus van, dan gaan we daar trouwen. En dan gaat Marta wordt ook lid. Ja. En Berlijn is gedaan. Ook weer heel lang. Ook weer. Moet dat? Zijn gedooplijn is, ook weer discussies, ook weer punt gehad. Dat ik denk van, dat is toch niet onze kerk. Maar goed, daar zou ik niet te veel over uitweiden. Dat is terug te zien trouwens, met haar verhaal waarom ze blijdenis gedaan heeft. Maar zo dus wel weer de connectie gekregen met de Noorderkerk. Vorig jaar was er een tekort in ouderlingen en jeugdwerkers. Er kwam een oproep, dus ik had mijn eigen als kandidaat opgegeven. En met Chris gesprek. Nou, ik denk dat je eigenlijk nog wel even aan bepaalde dingen van jezelf moet werken. Hoef ik niet over uit te weiden, denk ik. Nee, maar vond je dat moeilijk? Een beetje wel, ja. Ja, nou. Weer afwijzing, hè? Nou, maar je houdt ook van eerlijkheid. Ja, klopt. Dus dan moet je even met jezelf... Met mezelf, ja. En dat was bijvoorbeeld het trouwen. Dat kan ik eigenlijk wel noemen ook. Hè? Van ja, klopt eigenlijk wel. Aan de ene kant wil je dan iets in de kerk doen, maar dan woon je samen. Het is niet Bijbels, laten we het daarop houden. Nee, maar dat moest wel even landen bij mij. We zijn inmiddels getrouwd. En ik denk, ik ga me nou niet meer opgeven. Nee. Nu moeten ze maar komen. Ja. Dus toen kwam Leon Bos eerst om een catechisatie te gaan geven. Nou, dat doe ik dan samen met Marta en Henry. En tegelijkertijd wel erbij vertellende van, ik weet niet of het dat voor me is. Ik ga het gewoon proberen.
Ik geloof dat... Hey, ik geef God de leiding, dus... Ik geloof dat dat van God komt. En zo ook de Alpha-cursus voor benaderd. En ik zei, ja, ik ben nou net begonnen met de categorisatie. Maar goed, dus dat ook erbij gaan doen. En dat doen we dus ook samen, ja. Ja, ja, vorige week hadden wij het, Chris van Zwol en ik, over de Alpha-cursus. Alpha-cursus senior zelfs. Hoe vind je dat? Eventjes zo tussendoor, een zijpaadje. Nu heel mooi, maar ook daar heb ik wel strijd over gehad. En dan is dit van de duivel of is dit mijn eigen... Ja, dat ik denk, ja, er zijn allemaal mensen die zitten er hele leven al in de kerk, die soms meer Bijbel kennen. Dus is dit mijn doelgroep? Dus echt wel een aantal, ja, meer de eerste avonden echt, dat ik denk, ja, ja, leuk. Maar dit is niet mijn ding. Maar op een gegeven moment toch ook weer met mezelf aan de gang gaan. Ja, ben jij nederig van hart wat God van je vraagt als je zo ergens naar binnen gaat? Nee, dat ben je niet. Dus ik ben daar anders ingestapt. En nu ja, het weekend van de Heilige Geest gaat. En ja, dan zie je zulke mooie dingen. De mooie kant van het geloof wat ik zelf ben gaan ontdekken. Ja, dat is ook voor de wat oudere mensen. Ja, maar het is ook heel mooi om als jongeren en ouderen samen te zijn, toch? Ja. Dankzij de verschillen of ondanks de verschillen. Maar kom je toch bij elkaar. Hoe mooi is dat? Ja, en het bouwt jezelf ook weer op. Tuurlijk. Dus ja, dat is heel mooi, ja. En zo is het dus de zoektocht, ja. Ik ben bezig met dingen voor God. En ja, het liefst zou ik daar mijn levensmissie van maken, ja. Die laten we eventjes vallen, dankjewel. Luister naar mijn smeken, U die elk moment naar mij hebt uitgekeken. Breng mijn ziel tot rust en mijn hart op adem, als ik weer onbewust te ver bij U vandaan ben. Stil, zal mijn onrust zwijgen, dat is wat ik wil, maar zelf niet kan bereiken. In de stilte kan ik uw stem weer horen, de vertrouwde klank van uw vertrouwde woorden. Tot mij, als je moe en belast bent, kom tot mij en ik geef je rust, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Mijn last is licht, zacht is mijn. Is mijn jeugd.
Roland, zo tussendoor zitten we natuurlijk samen ook te praten. Hè? Kom tot mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dit is ook een van je favoriete liederen. Ja. Heb je daar wel eens behoefte aan om dat met God te bespreken? Of om dat tegen God te zeggen? Ja, ik heb als ik momenten als mijn hoofd vol zat en ik het gewoon niet meer wist. Dat kan zijn met werk of tegenslag en dan kon ik niks meer bidden ook. Dan zei ik alleen maar help en dan zette ik dit nummer ook vaak op. Van kom tot rust. Ik wil tot rust komen in mijn hoofd. En dat werkt? Ja, dan word je, jawel, je moet er ook over denken. Het is zo mooi. Ja. Maar die nederigheid, hè, en die zachtmoedigheid. Ik vind het ook best wel eens moeilijk. Hè? Dan voel je zo ineens een gedachte die niet nederig is of zo. Nee. Hoe heb je dat ook wel eens? Ja, dat is een dagelijkse strijd. Oké. Maar hoe doe je dat dan? Nou, zo, de laatste jaren, wat dus ook wel heeft meegeholpen aan die lijn, zeg maar, is dat ik gewoon echt bewust de keuze heb gemaakt om mijn dag met God te beginnen. Dus ook als ik heel vroeg op moet, sta ik gewoon nog eerder op. Dus als ik om 4:30 op moet, sta ik om 3:15 op. Goeiedag. Om gewoon toch wel even wat stille tijd met God te hebben. Ja, en zijn dag, de dag in zijn handen te leggen. Dus ik bid vaak voor, geef mijn ogen en oren van Jezus. Om te kijken met de ogen van Jezus. Ja. En in liefde zonder veroordeling, zonder hoogmoed. En dan bid ik dit ook vaak van... Ik wil graag uw jukken op me nemen. Het jukken zak en uw last is licht. Ja. En de Heilige Geest helpt mij. Dus dat helpt mij. Want dan ben je sowieso al... Als je niet die dag ermee begint... En je denkt, ik bid straks al even ergens. Ja dan voordat je het weet ben je zelf aan het rennen en aan het vliegen. Ja. En waar is de geest? Dus dat helpt mij daarbij. Maar dat is een dagelijkse strijd. Ja, je blijft je eigen karakter houden. Ja, maar ook echt elke dag doen. Ja. Ja, vind ik mooi dat je dat zegt. Ja, mijn juk is zacht, mijn last is licht. Vind je dat ook altijd waar? Of denk je ook wel eens, het is toch heel wat God mij te dragen geeft? Nee, eigenlijk niet. Nee? Nee. Ja, natuurlijk, heel veel dingen snap je niet. En waarom moet dit en zo gaan? Maar ja, de Bijbel staat het allemaal in en ik laat dat los. Ja. Ja, God heeft echt een hele... Ja, is een hele weg met jou gegaan, ja. Maar het werkt ook. Ja, maar het verhaal met niet zorgen maken, dat is wel heel lastig, ja. Maar het staat er wel, werp al je zorgen op mij. Hoe kijken mensen om jou heen naar jou nu je zo anders bent? Ja, mijn moeder zegt altijd een wonder. En sommige mensen... ik ben natuurlijk heel vrijmoedig. En ik praat er graag over. En ja, dat wordt... Sommige mensen die niet helemaal op dat level zitten, die kunnen dat nog wel eens een beetje overdreven vinden. Misschien. Of haken ze ook af dan? Ja, soms wel, ja. Ja. En maar goed, dat is ook voor jezelf weer een les. Er staat ook in de Bijbel, praat niet over mij, maar leef zo dan dat men ernaar vraagt. En dat, je moet ook niet altijd alleen maar alles willen delen. Nee. En soms doe ik het wel overwogen en denk ik, misschien niet, dit deel ik wel. Je kunt ook wel eens het idee hebben, ik kan nu beter even mijn mond houden. Het zou meer kwaad doen dan goed. Heb je dat ook wel eens? Ja. Ja. Maar je gaat wel met hele andere ogen kijken. Je ziet gewoon, als je met God leeft, dan zie je gewoon, kijk je gewoon door een andere bril. Dan zie je bepaalde dingen, hoe leeg bepaalde dingen gewoon zijn. En je wil het liefst iedereen dat geven en erin gieten. Maar zo werkt het nou helemaal niet. Nee. Dat moet je ook weer loslaten. Nou we hadden de laatste keer toch iemand die ongelooflijk verslaafd geweest is. Mm-hmm. En die aangaf wat dat met je doet. Dat het je helemaal kapot maakt. Alles om je heen. Hoe kunnen wij toch ooit nog in die valkuil trappen? Ja, de Satan die is krachtig. Ja, het is jammer dat je het moet zeggen, hè? Ja, hij is heel sneaky, hè? Kijk, hij weet je zwakke kant. Hij is de grote lelijke. En als het goed gaat met je middelengebruik, als dat aardig, dan komt hij wel weer op een andere manier. En daarom is het ook goed om ik bid ook vaak elke ochtend van, bescherm mijn gedachten met de helm van de zaligheid. En geef mijn ogen en oren, open mijn ogen en mijn oren. Ja.
Wees waakzaam en je mag erop vertrouwen dat God je helpt. Maar dan ga je ook dingen zien. Maar goed, makkelijk is het niet. Nee. Maar dat staat er ook. Dat staat er ook, ja. Je zult geen makkelijk leven krijgen. Het is hier maar tijdelijk. En je moet uitkijken ook naar het moment dat Jezus terugkomt. Dus daar mag je aan vasthouden. Ja. Wat mooi dat jij dat zegt. Hoe anders is je leven geworden? Wat zou je tegen mensen willen zeggen die God nog niet kennen? Want jij mag het ook zeggen, want je weet het verschil. Ja, het mooiste wat er is. Verdiep je erin. En iedereen die een beetje naar de kerk gaat, erbij, uit gewoonte. Ja, doe er meer mee. Probeer dagelijks ermee bezig te zijn. Zet je in voor een gemeente, voor God. Want het verrijkt je leven. Verrijkt je leven zelf ook. In jouw werk, in je andere dingen van de wereld worden gewoon minder belangrijk. Materialisme, geld, carrière. Het is allemaal maar betrekkelijk. Want als het weggeslagen wordt, wat ik al zei, wie ben je dan? Maar dat is het mooiste wat er is. Ja. We gaan nog even naar muziek luisteren. Schoonheid van sterren in de nacht, meer dan wijsheid die deze wereld kent, is het waar te weten wie u bent, meer dan zilver. De prijs die u
En we zitten samen stilletjes te kijken naar die prachtige woorden. Hè? Als een roos geplukt en weggegooid nam u de straf en dacht aan mij. Zouden wij dat eigenlijk wel genoeg beseffen dat het voor mij is, maar ook voor jou is, ook voor Wijnand, voor de mensen die luisteren? Ja, dat is voor iedereen die gelooft in Jezus. Als het staat in de Bijbel, als je gelooft dat Jezus de Zoon van God is, zul je gered worden. Zo simpel, hè? Zo simpel is het. Dat staat gewoon in de Bijbel. Ja, en dat wordt vaak nog ik ben niet goed genoeg, of die stemmetjes heb ik zelf ook. Ik dacht dat het een beetje aan ouderen lag. Want dat was inderdaad, dat heb ik vorige week tegen Chris ook gezegd, toch wel de eerste ontdekking die ik deed, dat wij heel veel voorwaarden per ongeluk meegekregen hadden. Natuurlijk, het is voor jou, maar dan moet je wel. Ja. Ik hoef niks. Nee, je hoeft niks. Alleen er staat wel dat je natuurlijk... ik geloof wel dat er verschillende levels zijn in de hemel. Oh ja? Ja. Hoe legt dat eens uit? Nou, dat je als je je inzet voor het... je wordt altijd gered als je gelooft in Jezus. Maar als jij je echt inzet en veel voor God doet, dan zul je wel een ander plekje krijgen in het koninkrijk, ja. Denk ik niet, nee. Nee, denk je niet? Nee hoor, want daar verdien je ook niks mee. Nee. Alleen doe je graag voor God. Ja. Maar daar verdien je niks mee. Nee. Ja, maar het staat mooi. Wel in de Bijbel, maar precies waar weet ik niet. Maar dat maakt even niet uit. God vindt het heerlijk dat je dingen voor hem doet. Maar ik geloof niet dat we er iets mee verdienen. Maar dat geeft helemaal niks. Maar je zegt... Daarom raak je ook nooit uitgepraat over de Bijbel. Nee, heerlijk hè. Dus, maar het is wel belangrijk om te weten dat je zelf niks hoeft in te brengen. Nee. En dat je, ik mag bijna zijn naam altijd noemen, die zegt altijd van als ik de deur uitloop, dan ben ik soms God alweer vergeten. Geeft allemaal niks. Hij komt vanzelf bij jou terug. We zijn allemaal mensen en allemaal niet volmaakt. Ik ben ook niet altijd met God bezig, ja. En toch zeg je vaak, ik ben vol van de geest. Ja. Wat gebeurt er dan met je? Nou, wat je vooral op het moment als je net tot geloof komt, dus als je dat gevoel met de Heilige Geest meemaakt, dan ga je allerlei... Overal ga je heen. Ren je rot voor God, noem ik het wel eens. Want je wil dat gevoel. Ja. En dan komt het niet en dan kun je niet mee omgaan. En nu weet je gewoon, dat gevoel heb je niet altijd. Nee. Maar dan is hij er wel. En af en toe laat hij je glimpen zien van de hemel. Zo zie ik dat meer. Ja. Hij is hier vol van die geest. Oh, daar is hij weer. Jawel. En dan dat is het mooiste wat er is. Dat besef je dan ook. Ja. Ja. Jij hebt ook een enorme drive om mensen daartoe te brengen. Van mensen, wees dan niet zo dom. Ik ben ook zo dom geweest. Spreek ze eens aan. Ja, goed, de reden dat ik hier zit is natuurlijk niet om heel leuk mijn eigen verhaal te vertellen. Maar dat er iemand geraakt wordt. En als je dus punten ziet in je leven, herkenbare punten. Maak die keuzes. Want alles begint met keuzes maken. En als je ergens mee worstelt en je vindt het moeilijk en je weet waar het misgaat, dan moet je een keuze maken dat je dat niet meer gaat doen. Dat hoop ik. En ik zit hier ook niet als heilig boontje, want ik ben al vol van zonde. En ik heb een dagelijks moet ik het kruis voor het kruis gaan zitten. Maar dat is wel de manier. En dat doe je graag? Dat doe ik graag, ja. Dus ja. Je roept mensen echt op van maak die keuze. God heeft al lang een keuze voor ons gemaakt. Ja. Dus zeg ja, Heer, hier ben ik. Ja. Is dat genoeg of moet je nog meer? Nou ja, ik denk sowieso dat er als je ziet hier in het dorp, dat er hele mooie dingen ook al gebeuren. Heel veel mensen, God is echt met heel veel mensen bezig. Ja. En ook mooi die eenheid nu, hè, met die kerken, de Nederlandse, ja. Dat is een wonder eigenlijk. Ja, maar het zou zo mooi zijn dat alles eenheid wordt. En want met eenheid dan kun je alleen wat bereiken. Dus ik geloof echt dat er mooie dingen gaan gebeuren. Dat de kerken weer vol zitten straks hier. Nou. Ja. Dat zou heerlijk zijn. Dat alles, iedereen die op... ik was natuurlijk ook best wel een iemand, je gaat op zoek naar je eigen smaakje. Die dominee bevalt me niet zo. En daar dus hebben ze die liederen. En ik heb dat boek gelezen van Arie erover. Genadeloos goed. Ja, hoe genadig... Hij heeft daar zelf ook mee geworsteld. Hoe genadig is het als je alleen maar op zoek gaat naar je eigen smaakje? Ja. Want die dominee, daar ga ik niet heen. Is dat genade? Nee. Je komt daar niet voor die dominee en zet je in ergens, zodat we met elkaar iets kunnen veranderen en de liefde van Jezus kunnen gaan delen. En daarom geloof ik ook echt dat iedereen die weg is naar andere kerken, en dat is helemaal niet erg, maar dat we allemaal weer terugkomen straks en dat we een eenheid gaan vormen. En dan kunnen we wat.
Nou, hoe mooi zou dat zijn? Wat zou dat heerlijk zijn. We kunnen ernaar verlangen en ons best doen, toch? Zo is het, ja. Dankjewel. Van strijd en zorgen kijken wij naar u omhoog, bidend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop. Ook al zijn er 1000 vragen, al begrijpen wij het niet, u blijft ons met liefde dragen, u die alles overziet. U geeft een toekomst vol van hoop, dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen, leidt ons door dit leven heen. U heeft ons geluk voor ogen, Jezus heeft het ons gebracht. Mens als wij voor ons gebroken, in de allerzwaarste nacht. U geeft een toekomst vol van hoop, dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen, leidt ons door dit leven heen. Vol van hoop,
Dat is ook eigenlijk best een moeilijke, hè? Als je dit nou eens goed voorstelt. Want we zijn toch allemaal zo werelds bezig. En natuurlijk graag met God, daar zullen we het over eens zijn. Maar wel in de wereld. Hoe kun je nou echt verlangen naar een toekomst vol van hoop? Ja, dat is soms niet te begrijpen, denk ik. Hè? Nee, met hè? Ons menselijk verstand, nee. Maar er zijn zoveel dingen gebeurd in mijn leven, dat is geen toeval meer. En dan weet je gewoon, dat is God. Ja. En dan moet je geloven op de Bijbel. Maar je hebt heel veel vragen. En met je menselijk verstand kun je dat niet begrijpen soms. Nee, en jij hebt, dat merk ik duidelijk, toch het gevoel dat God zegt, ik ga jou gebruiken, dat er nog iets groots staat te gebeuren. Heb ik dat goed begrepen? Of gaat hij jou gebruiken gewoon, tussen aanhalingstekens, in het dagelijks leven zoals je nu doet? Ja, voor anderen sowieso. Ja. Kijk, ik leg makkelijk contact en ik praat makkelijk over heel veel zaken. Dus ik denk in die trant, ja, ik weet het niet. Ik heb het antwoord niet. Nou, moeilijk, maar ik heb hè? Het wel op mijn hart dat ik begaan ben met anderen die graag die worstelen. Ik denk vooral nog het meest met mensen in de rand van de samenleving. Ja? Ja, denk het wel, ja. Verslaafden en daklozen. Jawel, want er is wat los, hè? Ja. Nou ja, kijk wat God voor je... Een toekomst volgen hoop, dat is zeker. Maar de toekomst hier is nog onduidelijk. Het lijkt me heel moeilijk. Dat is moeilijk, ja. En wachten. En, wachten is moeilijk. Ja, want je wil het op een... Maar dat staat er. Laat los en vertrouw op mij, ja. Maar je moet ook in beweging blijven. Ja. Dat is voor mij ook moeilijk. En dan een woestijnperiode, dat is natuurlijk wel een periode dat je goed na kunt denken. En heb je het gevoel dat er zo meteen ineens een gedachte komt van, dat ga ik doen. Misschien wel een studie of wat dan ook. Ja, mensen op je pad. Er zijn wel wat dingen gaande nu ook. En soms moet je gewoon ergens veel praten en dingen gaan proberen. En dan geloof ik dat God, als God het wil, als systeem is van ik ga jou gebruiken, hè, dan gaat hij dat doen. Dan gaat hij dat doen. Maar hoe? Ja, dat weet ik niet. Zo simpel is het. En jij bent vol vertrouwen en je kunt ook wachten. Ja, zeker. Dat is eigenlijk geen Roland-eigenschap. Nee. Kunnen wachten. Nee, dat klopt, ja. Dus God is jou echt aan het veranderen. Ja. Geduld, hè? Dat is ook een vrucht van de geest. Oeh, ja, vind ik altijd een moeilijke voor mezelf ook. Die is heel moeilijk, ja. 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 We gaan weer even naar muziek luisteren. Zich steeds voegt naar Gods wil, hem in alles vertrouwt en gelooft, die slechts hoort naar zijn stem, zich geheel geeft aan hem, smaakt een vreugde die nimmer verdooft. Zie slechts op zorg op ons aan, het is zijn glimlach die alles verdrijft. Klagen, zucht en geween, vrees en twijfel gaan heen, als wij rustig vertrouwen in hem. Zie slechts op hem.
Prachtige woorden, hè, zie slechts op hem, volg gehoorzaam zijn stem, altijd ziende op hem, hoor ik aan het eind. Best wel een moeilijke, want ik zal je nou iets persoonlijks zeggen. Ik vind het heel moeilijk dat wij altijd de neiging hebben om te gaan oordelen en roddelen. Hoe kijk je daarna? Je hebt het ook zelf meegemaakt, dat er over je geroddeld werd. Ja, kijk, het zit natuurlijk een beetje mens eigen dat je al snel over iemand praat. Alleen je moet elke keer, daar moet je waakzaam voor zijn. Ja, echt, als ik hè? Voor mezelf spreek. Want ten eerste weet je niet altijd alle ins en outs van iemand. Nee. En dan is het nog niet jouw leven. En niet jouw taak om erover te oordelen. Ja, zelfs als het helemaal fout is, zou je nog misschien moeten gaan praten met die mensen of wat dan ook. Precies, nou daarom heb ik bijvoorbeeld ook een zwak voor de mensen aan de rand van de samenleving. Tot Helder Solski Stichting. Die slogan van hun is: wie zie jij? Ja, oh, zo mooi is dat. En wat zit erachter? Dat denk ik altijd aan als ik iemand zie. Want dat is ook gewoon een kind van God. Die is ook geboren als babytje. En het geldt voor iedereen. En je weet niet de verhalen waarom iets gebeurt. Nee, ik ben ooit in Amsterdammers helpen. Amsterdammers, daar ben ik ooit geweest met Willem. En daar zat een man en die had eigenlijk nog een keurig pak aan. Dat waren allemaal mensen die geen huis meer hadden. Daklozen. En die man die zag ik eigenlijk nog wel heel netjes uit. En toen ben ik even met hem gaan praten. En dat heb ik hem gewoon gevraagd. Van, hoe is dat nou? Ja. Ja, hij was door echt de ene omstandigheid volgde de andere op. Ja. Gescheiden. Geprobeerd alles bij hem vandaan te halen. Hij had een prachtig bedrijf. Bedrijf ging eraan door al die dingen. Dakloos geworden. Ja, dat kan iedereen overkomen. Dus. Dat kan dus iedereen overkomen. Nou, dan stop je wel even met oordelen, hoor. Maar goed, dit is in het groot natuurlijk, maar dat begint ook in het klein. Als iemand een scheiding, of die is vreemd gegaan, of drugs gebruiken, of drank gebruiken, of wat dan ook. Hè? Er zit altijd wat achter. En als we nou allemaal eens gewoon proberen niet te oordelen, maar een ander in plaats van over iemand te praten, met iemand te gaan praten bijvoorbeeld. Nou zeg. Dan, je ziet ook gewoon zelf dat, als ik dan voor mezelf spreek. Kijk, als jij gaat roddelen, dan komen er andere geestelijke machten komen er gewoon vrij. En dat doet ook gewoon wat met jezelf wat. Ik vind het mooi dat je dat zegt, want het is niet van God. Dus je gaat aan de andere kant zitten. Je gaat aan de andere kant zitten. En als je gelooft dat alles is geestelijk. Hè? We strijden niet tegen de aardse machten, maar tegen de hemelse machten. Ja. En daar is van alles gaande. Zowel aan de kant van de Satan als de kant van God. Dus alles wat je met negativiteit of praat of wat dan ook, dan word je ook beïnvloed door een verkeerde geest. Je voelt het zelf eigenlijk wel. Ja. Dus praat ook als je er niks van begrijpt.
praat er vol liefde over. En als je er niks van snapt, ga dan met die mensen praten. Ja, en als je dat niet kunt, hou er dan over op. Ja, hou dan je mond. Er is ook zoiets dat ze zeggen, heeft het zin dat ik het vertel? Ja, er zijn heb je niks anders te vertellen? Heb je zelf geen leven? Ja, ja, dus laten we daarvoor uitkijken. Ja. Ja. Hoe doe je dat zelf? Als je toch wel iets hoort wat heel ernstig is dat je het over wilt vertellen. Hoe bedoel je precies? Nou, soms hoor je dingen en dan vind je het zo erg, dan wil je het graag vertellen aan een ander. Maar ja, dat kan altijd. Alleen welke gedachten heb je er zelf bij natuurlijk? Ja. Soms kun je zelf ook, kan het je ook helpen natuurlijk. Als je ergens iets wilt delen of... Jawel, en als je het maar vol liefde doet. Vol liefde, ja. Maar goed, we zijn allemaal mensen. Voor mij is dat ook een strijd. Maar misschien omdat ik het zelf ook zelf aan de lijve heb ondervonden, doet het me nog meer. Ja. Maar ja, nee. Ik hou er niet van. Nee. Maar dat zit zo verweven overal. Op de werkvloer, in families, overal. Verschrikkelijk vind ik het. Nou, dat is ook verschrikkelijk, want je maakt de mensen kapot mee. Ja. Ook op de werkvloer. Mensen worden kapot gemaakt doordat er over hen geroddeld wordt. Ja. En ze het zelf niet horen. Ja. Ja, dat is een heel kwalijke zaak. Ja, het was zomaar even iets heel menselijks tussendoor. Ja. Maar nog één keertje denk ik naar muziek luisteren. En dan gaan we het afsluiten. We zijn nou even kijken aan het einde van ons programma gekomen. Ik heb van je genoten, moet ik zeggen. Dus ik hoop dat jij de mensen nog iets wilt zeggen. Jij hebt zo'n verandering in je leven doorgemaakt. Ga met God en Hij zal met je zijn, zit in mijn hoofd nu. Zeg het eens even in je eigen woorden. Wat is er zoveel mooier in het leven van Roland dan in het leven vroeger? De rust. Ik denk dat ieder mens uiteindelijk op zoek is naar rust. Naar innerlijke rust. Zou het? Ja, dat denk ik wel, ja. Die kun je, of een leegte die gevuld wordt. En die kun je vullen met vakanties of met auto's of met materialisme of weet ik het wat. Maar uiteindelijk de vrede van God, die is niet te bevatten. Maar als je dat... dus, en dan kan ik ook niet aan iemand
geven. Maar als je die gaat ervaren, ja, dat is het mooiste wat er is. Ja, dus je zegt, ik kan het niet geven, maar heb je niet de neiging om het altijd te willen geven? Jawel, natuurlijk wel, ja. En wanneer hou je dan je mond en wanneer niet? Nou ja, dat heb ik al eerder aangegeven. Van praat niet over mij, maar leef zodat men ernaar vraagt. Ja, precies. Dus af en toe zeg je eens wat, maar je moet niet te veel zeggen. Nee, laat het zien. En dan wordt het straks, want dan ga je ook weer je eigen hoofd moeten komt weer. Hè? Ik ben ook gewoon een zondaar. Ja, dus, ja. Ja, maar het is het mooiste wat er is. De vrede, de rust. Dat je kan genieten van de kleine dingen. En dankbaar zijn ook. Hè? Dat je dankt voor je bak koffie, voor je volle koelkast, voor je verwarmde huis, voor je bed. Als je de kleine dingen gaat danken, ja, dan krijg je een rust. En dan, ja, dat is het mooiste wat er is. Nou, mooier had je het niet kunnen zeggen. Ik heb van je genoten. Ik vond het bijzonder dat je verhaal zonder opsmuk durfde te vertellen. Het is echt een les voor anderen. Dat hoop ik. En ik zou zeggen, ga met God en Hij zal met je zijn. Ja. Dankjewel, Roland. Dankjewel. Luisteraars, kijkers, dit was Je raakt er niet los van. Wij hopen hier volgende week weer te zijn. Weer met een gast. Graag tot dan. Dag.